achteruit gaan. Ja. Wilco van Ieperen, welkom bij dit interview. Jij bent Head Interactive bij de NCRV. Wat doet een Head Interactive? Die bestuurt de afdeling eigenlijk NCRV-I. Wij gaan maken de projecten, zeg maar. We maken van radio- en televisieprogramma's interactieve projecten. Of crossmediale projecten, transmediale projecten. We proberen eigenlijk de ervaring die je bij een radio- of televisieprogramma hebt, om die te verlengen op een digitale manier. En dat is, zeg maar, wat ik aanstuur. Ik heb daar een afdeling voor. Er zitten designers, programmeurs, natuurlijk een redactie, concepters. Hoeveel mensen werken op zo'n afdeling? Er werken nu nog 15 mensen. Oké. Ja. En jullie werken ook met heel veel bedrijven eromheen die allerlei dingen absoluut, weer bouwen? Ja, absoluut. Ik wil eigenlijk eerst wel over een paar van die projecten praten. Want jullie hebben een paar hele succesvolle projecten waar heel veel interactie omheen zit. Eentje daarvan is Spangas. Kunnen jullie vertellen wat jullie doen met Spangas? Ja. Spangas is eigenlijk een televisieserie voor jongeren. Het wordt dagelijks uitgezonden, 10 minuten op televisie. Aan het eind van die show daar pakt een van de hoofdpersonen van die desbetreffende aflevering de camera. En die treedt dan eigenlijk een beetje buiten de rol. Die zegt dan van, wil je weten wat ik ervan vind, hè, wat ik vandaag heb meegemaakt, wat ik daarbij voel. Dan moet je online gaan. En online gaan we dan eigenlijk verder. En dan ontspint zich ineens een heel digitaal verhaal. Er wordt geblogd over ervaringen. Je kunt dus een soort van een videoconfessie bekijken. Er bestaat interactie tussen de personages van televisie en gebruikers online. Hè? Want dus eigenlijk is dat een sociaal netwerk waar zowel die personages binnen actief zijn als ook de kinderen, de bezoekers gewoon. Dus je kunt interacteren met elkaar en het verhaal ontspint zich gewoon interactief. En als je hoeveel kijkers heeft Spangas en hoeveel mensen gaan dan ook daadwerkelijk online? Er wordt bij de NPO gerekend met een crossmediale ratio. Crossmediale ratio? Is eigenlijk helemaal niet interessant, maar het komt erop neer dat ongeveer 75% van de kijkers ook online gaat. Van het gemiddeld aantal kijkers. 75% aantal kijkers gedurende een maand. Dat is gigantisch. Dat is echt gigantisch en dat is ook een van de hoogste ratio's die binnen de publieke omroep wordt gehaald. Oké, en Spangas, jullie zijn ook aan het werk om dat nog verder uit te bouwen, om er ook nog games en welke toekomst gaat dat doen? Want dat is een hele grote gemeenschap die online is, waar je wat mee kan. Ja, er zitten meer dan 300.000 profielen hebben we nu, zeg maar, binnen die site. Het is dus eigenlijk gestart met een social network eigenlijk, maar dat zijn we inderdaad gaan uitbouwen. We hebben een game ontwikkeld waarbij je, zeg maar, zelf als speler door het Spangalis College, zo heet die school, hè, waar je doorheen kunt gaan, waar je opdrachten moet uitvoeren. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn nu ook bezig met een applicatie. Een van de zaken die heel erg interessant zijn, of die veel gebruikt worden op de website, is eigenlijk een beetje een Viva-test. Ja, dat zijn een beetje de vragen van hoe verliefd ben jij? En je kunt het vergelijken, zeg maar, met vrienden. Nou, dat soort vragen die krijg je straks getriggerd vanuit het televisieprogramma, direct op een app. En dan kun je die ook weer vergelijken, zeg maar, met jouw klasgenoten of digitale, zeg maar, je vrienden. Dat blijven we eigenlijk jaarlijks uitbreiden. Ik neem aan dat een heel groot deel van dat publiek ook op zijn mobiele telefoon of zijn tablet inpakt. Wij zien, zeg maar, daarbij jeugd, en dat is niet alleen Spangas, maar het is bij programma's die gericht zijn op jeugd, dat echt een enorm percentage via mobiel binnenkomt, dat het alleen maar stijgt. Een enorm percentage is hoeveel? 40% van het bezoek komt onderhand mobiel binnen. En dat zien wij gewoon jaar op jaar stijgen. Dus heel waarschijnlijk is het percentage dan, nu alweer meer. Inderdaad. Ja. En een ander project dat jullie hebben gedaan is In Therapie, de slimste mens. Ik moest wel lachen, ik zag dat je op jouw LinkedIn profiel staan, heel trots, alle beste apps vermeld van dingen. Dus scoort nummer 1 was slimste mens en Man bij het Hond, denk ik, die dan bovenaan in de App Store hebben gestaan. Ja. Die apps, kun je daar iets over vertellen? Hoe belangrijk zijn die voor programma's? Nou, daar zijn we eigenlijk wel een beetje in geswitcht. Vroeger probeerden we een app te maken bij een programma. Zodat je vroeger ook een site maakte wat gewoon geplakt was tegen het programma aan. Je kon er eigenlijk bij wijze van spreken op terugkijken, zowel op de site als mobiel in een app. En daar stappen we nu eigenlijk een beetje vanaf. We vinden dat een app een van toegevoegde waarde moet zijn aan het totale concept, zeg maar, een rol moet hebben binnen het totale concept van het mediaconcept.
Ja. Dus wat je bijvoorbeeld bij Intherapie zag, is dat je daar de verhaallijn op televisie kon volgen. Maar als je online ging, via die app, kreeg je een parallelle verhaallijn die je dus op televisie helemaal miste. Ja. Waar je dagelijks zeg maar, updates kreeg, meerdere keren per dag. En we kregen dus ook heel vaak reacties. Hè, want je zat eigenlijk in de telefoon van de psychotherapeut van de serie. Dus je kreeg e-mails van zijn cliënten binnen. Agendawijzigingen zag je live gebeuren. Dus er ontstond een enorme buzz rondom die app. Omdat mensen ineens riepen van, verdomd, ik zie dat er een agenda, een bespreking verwijderd is uit de agenda. Wat zou er in hemelsnaam gebeurd zijn? Dus dan ontstond er overdag al speculatie over wat er s'avonds zou gaan gebeuren. Wat je s'avonds zou gaan zien. Dus ook een beetje de bus opbouwen en het programma onder de aandacht houden. Ja, absoluut. Maar we zijn er ook echt wel van overtuigd dat je de verhaallijn, het verhaal, door kunt trekken, kunt verlengen via mobiel. En dat is heel erg waar we naar op zoek zijn. Wat is het grootste project waar jullie nu aan werken voor het najaar? Ik bedoel, iets waarvan je nou denkt van dit is echt nieuw en dit gaan wij lanceren? Nou ja, echt nieuw. Zeg maar, wij starten deze zomer eigenlijk over een maand weer met de slimste mens. Of korter dan een maand, volgens mij over een maand of een week of drie. De slimste mens was echt het succes van vorig jaar voor ons. Hadden we op alleen een iOS-app uitgebracht. Ja. Die had toen iets van 300.000 downloads alleen gedurende die zes weken op televisie. Ja, en wat we daar hadden gedaan was dat je het spel eigenlijk asynchroon kon spelen. Hè. Dus je zou heel snel denken aan second screen. Maar ja. Dat wilden we juist niet doen, omdat bij second screen ben je gebonden aan die 55 minuten op televisie. En wij wilden eigenlijk heel graag dat merk zou gaan leven. Ja, zeven dagen per week. En dat mensen het continu konden gaan spelen. Eigenlijk zoals je dat met Wordfeud of zoiets dergelijks ook doet. Dus wij hebben toen een app gemaakt waarbij je het spel zelf kunt spelen, asynchroon. En dat breiden we dit jaar uit met nog een extra ronde. Plus dat het ook op Android wordt gereleased. Dus ik verwacht dat dat een enorme knaller wordt weer. Nou, want als het vorig jaar al 300.000 was, dan zou je nou naar 500.000 dan meer moeten kunnen gaan, toch? Ik hoop het wel. Ja. In ieder geval met Android erbij. Ja, dat zou wel heel erg mooi zijn. Ja, en wat er in het najaar nog gepland staat, is dat wij, zoals ik zei, met die Spangas-applicatie waar we mee live gaan. En we werken aan een transmediaal voor man bij het hond. Okay. Daarbij kijken we ook, zeg maar, of man bij het hond is natuurlijk wel realistische televisie. Hè? Het zijn echte mensen die je ziet. En we gaan daar kijken of we daar onze ideeën over transmedia ook op zo'n programma kunnen loslaten. Okay, je gaat ze allemaal verplicht een Twitter-account geven? Of... Nee, want ik denk dat je dan zeg maar, echt op zoek moet gaan naar van ja, wederom de verhaallijnen afsplitsen die je exclusief online kunt kijken. Overigens doen we dat ook bijvoorbeeld, hebben we ook onze echte eerste learnings gehad bij veel jeugdprogramma's. En het najaar in oktober hebben wij weer het Z-mysterie. Mijn jeugd wordt vaak niet zoveel gekeken door de media. De internetmensen. Maar dat is echt onterecht, want er gebeuren heel veel spannende dingen. Hè. We hebben inderdaad Spanga's. Maar wat we vorig jaar hebben gedaan is ook Zeppendaal. Dat is vanuit het programma Zepp Live. Dat was een moordmysterie wat opgelost wordt, moest worden. Waar kinderen dus online kunnen gaan zoeken. En mee gaan helpen. En dus op televisie dingen zien die ze in het spel weer kunnen gebruiken. En andersom, zeg maar, als je het spel hebt gespeeld, zeg maar, begrijp je het televisieprogramma een stukje beter. Dan heb je gewoon meer insights. En dat gaan we dit jaar wederom proberen. En daar proberen we dus ook, we willen nog kijken of we daar ook real life... Jullie zijn dus met allerlei projecten bezig waarbij je ineens met hele grote groepen mensen interactieve verhalen aan het vertellen bent. Ja. Ik bedoel, wat vroeger met een kleine voorhoede was, is nou ineens met een paar honderdduizend mensen tegelijkertijd. Ja. Als je nou kijkt naar de toekomst van nou ja, media of verhalen vertellen of omroep, als je kijkt naar over een jaar of 5 of 10, welke richting denk je dan dat het opgaat? Denk je dat wat jullie nu aan het doen zijn eigenlijk de nieuwe basis wordt of denk je dat er nog hele andere dingen gaan gebeuren? Ik denk dat het op een heleboel vlakken zaken moeten gaan veranderen. Want je ziet natuurlijk zeg maar, dat de publieke omroep aan zich, die poortwachtersfunctie die wij nu hebben, die verandert. Want je ziet gewoon heel veel concurrenten opkomen, met name digitaal natuurlijk. Heel veel nieuwe platforms. Dus ik denk dat je moet gaan nadenken over distributie. En hoe je dat anders moet doen als publieke omroep, maar vooral ook als... ik wilde zeg maar als Nederlands publieke omroep, dus het overkoepelende geheel. Maar vooral ook als omroep zelf. Hè? Want we hebben natuurlijk een heleboel submerken. En je moet eigenlijk gaan kijken van waar kun je het best uitventen. En dat is niet altijd op het publieke net. Dat is niet altijd Nederland 1 of op Zapp. Soms kun je veel beter op YouTube aanwezig zijn. Of nadenken over een concept wat helemaal via de App Store gaat. Zeg maar.
Dus ik denk dat je heel erg over distributie moet gaan nadenken, maar daarnaast moet je heel erg over de concepten gaan nadenken. En ik denk dat daar nog heel veel verandering gaat plaatsvinden. Dus wat we nu voornamelijk nog doen is televisieprogramma's maken. En in een aantal gevallen kunnen we die cross-medialiseren of transmediaal trekken. En dat lukt heel erg goed. Ik denk dat het in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Omdat het zo gefragmenteerd gaat worden, dat speelveld, wil je wel je publiek zo goed mogelijk vasthouden. En dat doe je door ze bij de lurven te grijpen. Alle netwerken te pakken. Ja, alle netwerken. Maar dus op een behoefte te gaan zitten. En dat heel erg goed uit te spelen. En dan maakt het eigenlijk, volgens mij zei de staatssecretaris dat vanochtend hier ook, dan maakt het minder uit dat je in totaal veel mensen bereikt. Maar als je een kleinere groep veel heftiger bindt, kan dat ook heel erg waardevol zijn. En ik denk dat we daar steeds meer naartoe gaan. De sociale media kant van het delen van allerlei dingen met elkaar is natuurlijk gigantisch. Dat doen jullie ook met je platforms. Het zou natuurlijk best kunnen dat de partijen die op dit moment met honderdduizenden jongeren en jeugd relaties aangaan, zolang die maar mee kunnen groeien met hun publiek, een gigantische voorsprong gaan hebben ten opzichte van... Ik zag laatst cijfers en daar was ik eigenlijk wel heel erg trots op, waarbij de omroepen gepositioneerd werden op wie ze bereikten en de leeftijdsgroepen. En wat blijkt, NCRV spreekt een enorm jonge doelgroep aan, sterker nog jonger dan, gemiddeld jonger dan BNN. En dat komt natuurlijk omdat we een enorm bereik hebben onder de jeugd. Maar ja, dat is inderdaad ook waar het mediagebruik ontzettend verandert. En ik ben het helemaal met je eens. Weet je, dat is de groep die nu opgroeit, media op een andere manier consumeert. En ik denk dat wij daar al heel erg aan het leren zijn van hoe ze dat consumeren. En dat we daar ook echt wel een voorsprong hebben op sommige andere onderzoeken. Even kijken hoe wij doen voor de tijd. Oh, ik heb hem helemaal niet gestart, dus ik heb geen idee. Handig van mij. Dat is één ding wat je eerder gezegd hebt, wat ik erg interessant vond, is dat je, als je naar de toekomst van de media kijkt, dat je zegt van, met alle ontwikkelingen die er gaande zijn, het gaat helemaal niet alleen om de toekomst van de media, het gaat juist om die link naar real life, naar het echte leven, naar waar we rondlopen en wat we daar doen. Kun je iets meer over die gedachte vertellen? Ja, wat wij bijvoorbeeld met veel drama-series hebben gehad, wat tot op heden nog niet is gelukt, is dat wij daar ook een real-life component aan willen koppelen. Wat is een real-life component? Wat doe je daarmee? Dus met dat Zep-mysterie, dat gaat aanstaande najaar dus weer komen. Daar wordt dus weer een moord opgelost door een heleboel jongeren. En we willen kijken of we dat niet kunnen koppelen aan de locatie waar het zich afspeelt. Dus dat we op een zeker moment... dat mensen daar op die locatie ook aanwezig kunnen zijn. Zeg maar, en dat zich daar dan ook nog een spel ontstaat. Maar met Man met Hond zijn we aan het denken om juist in het voortraject ook real life aanwezig te zijn. Om awareness te creëren, zeg maar. Om mensen nieuwsgierig te maken. Hè? Alsof het echt is wat er gebeurt. Okay. Dat zijn de componenten waar we inderdaad over nadenken. En hoe kijken jullie naar dingen als Google Glass of echt meer geavanceerde nieuwe manieren om informatie mee te nemen, te meten, te dragen? Is dat een gebied waar jullie naar kijken als omroep of is dat nog te ver weg voor? Met de toepassing van zoiets als een Google Glass zelf nog niet. Maar het is wel heel erg grappig eigenlijk al ver voordat Google Glass echt werkelijk fysiek aanwezig was en dat uitgedeeld werd. Waren daar van die beelden, van die impressies van wat je dan zou zien als je die bril op had. Ja. Dat je die overlees kreeg. En dat hebben wij heel erg snel opgepakt. We hebben naar gekeken van wat zou dat nou kunnen betekenen. Stel je nou voor dat je televisie zit te kijken, hè, en je hebt zo'n glas op je hoofd staan. Zeg maar. Wat zou je dan zien? Wat voor extra informatielagen kan je dat? En we hebben dat bij Altijd Wat hebben we dat toegepast in een eindejaarsuitzending. Waarbij je eigenlijk een soort van overlees over de uitzendingen heen kreeg. Waarbij je de weetjes voorbij zag komen die bij de verslaggever, die in beeld was, in zijn hoofd zaten. Ja. En, dus het is meer ter inspiratie. Een commentaarlijn? Precies. Een soort van secundaire commentaarlijn. Ja. Okay. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van de toekomst van media wil ik dit toch even over gezegd hebben? Nou, wat ik heel erg opvallend vind om te zien is dat, als wij naar onze eigen statistieken kijken, is dat de jongerenprogramma's echt bijzonder goed worden teruggekeken online. En vaak nog... Kun je eens een voorbeeld geven? Een aantal? Nou, zoiets als Spanga's, maar dat geldt ook voor concurrenten hoor. Het geldt ook voor programma's van de EO of voor van de NTR.
Programma's gericht op jongeren worden heel erg veel online teruggekeken. Veel meer, relatief meer dan volwassenen programma's. En daarnaast is ook nog eens dat die programma's, of dat die jongeren, minder op de website komen dan bijvoorbeeld bij oudere programma's. Dus er komen relatief veel meer kassa-kijkers op de website van Kassa dan dat er Spanga's-kijkers op de Spanga's-website komen. Okay. Ik weet dat er absoluut gezien heel veel Spanga's-kijkers op die website komen. Dus je kunt nagaan dat er dus nog meer van die kinderen online kijken. Dus VOD is voor hen van belang. En dat is voor ons wel heel erg belangrijk om te beseffen. Dus wij moeten onze content, onze extra toegevoegde waarde, niet meer bieden op een website. Dat is niet meer de juiste plek. Ja. Je moet dat bieden op de plek waar ze zeg maar die media consumeren. Dus in de player, in social media. En daar zijn we nu mee bezig. We zijn samen met de NPO aan het kijken of we player kunnen tweaken. Zo dat jij die extra content gelijk als een layer aangeboden krijgt. Zodat je die wel of niet kunt consumeren. Of ervoor kunt kiezen om dat later te consumeren. Want de gedachte, zet het gewoon op YouTube, want daar zitten ze allemaal. Die is nog niet... Ik zou heel graag willen content het lijkt het meest logisch alleen, de YouTube in de iTunes veel... Video Store en al die andere plekken. Ja, natuurlijk is dat heel erg logisch. En wij zijn er zoveel regels gebonden. En dit is tamelijk lastig om dat zomaar te kunnen. Maar persoonlijk vind ik dat je eigenlijk onverstandig bezig bent. Als je daar niet over nadenkt, als je niet aanwezig wilt zijn op dat soort netwerken. En wij gebruiken het nu te veel als promotiekanaal en niet als een volgroeid platform waar je ook actief kunt zijn en waar je dus ook bereik kunt genereren. En waar je heel veel kijkers hebt. Ja, absoluut. Ja. Ik ben heel benieuwd wat het volgende jaar gaat brengen. Heel hartelijk dank. Dankjewel voor dit interview.